Onze voorganger Jan Smeets, die we allemaal heel hoog bezitten, maar hij vond dit minder nodig. En ik denk toch dat we met onze tijd mee moeten. En Pinkpop is ons oudste festival van de wereld, 50 jaar. De 51ste editie komt eraan, maar over 50 jaar moeten we er ook nog staan. Dus je moet zeker met je tijd mee. En dit is een van de onderdelen daarvan. Ik ben Sirik Jansen. Ik ben al bijna 30 jaar betrokken bij het Pinkpop Festival en doe de laatste jaren de productie en veiligheid van het Pinkpop Festival. Ik ben Terse Kreuze, dit wordt mijn 8e editie en ik ben festival manager van Pinkpop. Ga ik weer in de trein de zon. Je ziet inderdaad het Noordpodium, of IBA Stage, die hebben 180 graden gedraaid en staat met zijn gezicht richting Zuid. Nieuwe opstelling en daar hebben we voor gekozen, meer beleving op ons festival. En we gaan het meemaken of het publiek het kan waarderen. Nou, meer beleving is natuurlijk meer decor, meer zitgelegenheid, meer overkapping. Iets wat we in de evaluaties eigenlijk altijd terugkregen van bezoekers. Daar hebben we dit jaar wel echt wat mee gedaan. En het leuke is natuurlijk dat als je op het hoofdveld staat, dat je ook gewoon in principe bijna alle acts kunt zien. In ieder geval de grootste, want je hoeft je echt letterlijk maar om te draaien. Dus dat is heel tof. Wij hebben hier een heus skydeck gebouwd. Biedt plek voor 600 mensen, 3 dagen lang. Onder het genot van een hapje en een drankje heb je daar waanzinnig uitzicht op beide podia, zowel Zuid als Noord. En waanzinnig. Moeten we vooral even gaan kijken. Dit is de ingang van ons skydeck. Dat heet officieel het Wilhelmina skydeck. En waarom? Wilhelmina is een soort knipoog naar ons mijnverleden. En we daar ook de entree met een mijnwagen. En boven nog meer van die leuke dingen. Ik merkte ook onze voorganger Jan Smeets, die we allemaal heel hoog bezitten. Maar hij vond dit minder nodig. En ik denk toch dat we met onze tijd mee moeten. En Pinkpop is ons oudste festival van de wereld, 50 jaar. De 51ste editie komt eraan, maar over 50 jaar moeten we er ook nog staan. Dus je moet zeker met je tijd mee. En dit is een van de onderdelen daarvan. Doordat we 2 jaar in principe stil hebben gestaan qua organiseren, hebben we natuurlijk flink de tijd genomen om alles gewoon eens goed onder de loep te nemen. Dus we zijn eigenlijk gewoon met een blanke plattegrond gaan zitten van hoe kunnen we dingetjes anders doen, waarbij het heel belangrijk is dat er wel traditioneel Pinkpop blijft. Dat is voor ons allemaal heel erg belangrijk. We kijken graag terug naar het verleden, maar nog graag terug zeg maar, naar de toekomst. Dus die twee moeten wel een link met elkaar houden. Dit is echt Terza dingetje. Dus vooral Silent Disco. Het echte belangrijke podium van Pinkpop. Ja, dit gaat heel druk zijn hoor, echt waar. We zijn hier bij de Silent Disco Area. Eigenlijk kun je hier de hele dag door dansen op bekende hits. We kunnen hier ongeveer een man of 2000 kwijt. In 2019 hebben we eigenlijk al een korte proefsessie gedaan met een x-aantal koptelefoons tijdens The Cure. En dat was zo'n succes dat we dachten, dit moet er gewoon de hele dag door zijn. Dus dit wordt wel echt heel druk hopelijk. Nee, zoals je nu ziet, ook staan op het noordgedeelte. Dit is ook een stukje anders ingericht. Uiteraard een ander podium. Maar als je om je heen kijkt, je hebt veel schaduw. Gezellige catering. Dit wordt eigenlijk gewoon ook een verlengde van de Kalmaanlaan. De gedachte is hier ook van hier, kom even tot rust. Een loungeplekje, even chillen. En dat kan natuurlijk hartstikke goed op het noordgedeelte. Want doordat we die twee podia tegenover elkaar zetten, wordt het middenplein natuurlijk wellicht iets drukker. En hier kan je even afkoelen. Nou, het mooie van deze tent is, die hebben we samen ontwikkeld met Neptunus. Deze is 50 meter breed, 70 meter diep en er is geen paal te zien. Dus je hebt vrije zichtlijnen en dat maakt deze tent wel zo uniek. Er staat geen paal in het midden zoals gezegd, dus we doen hem helemaal open aan 3 zijdes. Dus als je hier op die bankjes zit, kijk je zo mooi het podium in. Kijk, sommige dingen moet je gewoon niet veranderen. Dit is traditioneel Pinkpop. Als ik zie online als Pinkpop is hoeveel mensen een foto delen op social media met deze letters, we hadden zoiets van, ja, dit is gewoon echt Pinkpop. Dit moeten we zo laten. Je krijgt een mooie plek waar genoeg ruimte is om voor te staan om een foto te maken. Lekker centraal. Dus die blijven. Het geheimpje is wel, dit logo hebben we natuurlijk 3 dagen open. Dus we gaan hem elke dag veranderen. Want daar worden wel heel veel stickers opgeplakt of met pen en stift opgeschreven. Dus elke dag gaat die opnieuw geplaatst worden. En dan gaan we dadelijk ook wat erop schrijven. Ja. Dan heb je eentje tekort, want dan heb je 4 dagen nodig. Ja, dat is waar. Zoveel zin om die poorten te kunnen openen, niet normaal. Ja, het voelt goed, En wat Terse ook zegt, na 2 jaar, je mag weer. En we hebben er zoveel zin in. Ja, we gaan ervoor.